Hallo, ik ben Chris Michiels, jullie stadsgids. Vandaag kruip ik in de huid van de selfiegids op vraag van Leentje van de dienst toerisme. Zij vroeg mij om in deze coronatijden toch ook een beetje kunst voor kunstoevers te willen vertellen over onze mooie stad. Oké, daar gaan we dan. Het standbeeld van Daans, dat kennen we allemaal. Zeker langs de voorzijde. Maar hebben jullie ook al eens langs de achterzijde goed gekeken? Daar zie je niet alleen de grote permekenhanden die toch wel het hele mooie werk van Mark de Bruin typeren, maar op de achterzijde is er nog heel wat ander fraais te zien. Kom maar eens kijken. We zijn hier nog steeds op het Werfplein, het prachtige stilteplein zoals onze beroemde Aalsterse architect Kiekes het ook wel noemt. En we kijken naar dit fantastische kunstwerk van Mark de Bruin, gemaakt in 1957. We staan hier dus nu aan de achterzijde van het kunstwerk en dat is toch wel heel bijzonder. Hier zien we hoe die achterzijde de andere zijde van Daans ook belicht. De zijde vooraan is eerder die zijde van hart, maar hier achteraan hebben we met zacht te maken. Net als onze Daans-Genever, Rogge en Maud, hart en zacht, ook is. Wij zien hier bijvoorbeeld heel duidelijk dat kinderkopje zo verschijnen. Prachtig, die vrouw heel mooi uitgewerkt met de kinderkoets. Het symboliseert dan ook hoe Daans gevochten heeft voor die sociale zekerheid die we vandaag kennen. Alle verworvenheden van vandaag, kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding, invaliditeitsuitkeringen. Het is iets wat we vandaag de dag allemaal normaal vinden en in deze coronatijden wellicht ook wel weten te smaken.